hoe leg je uit wat de kracht van kennis is? Iemand die dat heel goed kan, is Bas Haring. Filosoof, wetenschapper, columnist en hoogleraar publiek begrip van wetenschap. Als geen ander weet hij wat de kracht van kennis is en heeft daar een heel eigen visie op. Bas. Dankjewel. Ik wil niet zozeer mijn eigen visie op kennis met jullie delen. Want dat is eigenlijk een hele standaard visie waar ik het vandaag over wil hebben. En ik wil kort stilstaan bij de vraag, wat is kennis in het bijzonder? Wat is wetenschappelijke kennis? Want dat is het type kennis waar we het vandaag over hebben. Wat is dat eigenlijk, wetenschappelijke kennis? En dat kan ik heel mooi uitleggen via water. Omdat de allereerste wetenschapper is iemand die wetenschapper wordt gezien omdat hij zich bezighield met water. En dat is Thales van Mileten. Thales van Mileten, de meeste mensen kennen die kerel niet, maar hij leefde lang geleden, ongeveer 2,5, 3000 jaar geleden. En dat is de allereerste wetenschapper. En dat is nog voor Aristoteles en Socrates en dat soort mensen. En hij leefde in het Midden-Oosten. Hij reisde een beetje rond en is gebieden geweest als Egypte Griekenland. Dus daar rond de Middellandse Zee leefde hij. En hij is de eerste geweest die een wetenschappelijke verklaring gaf voor het overstromen van de Nijl. De Nijl overstroomt jaarlijks. En de verklaringen voor de Thales van Mileten er was, waren altijd in termen van goden en of wonderen. En het waren dan verklaringen als de volgende. De Nijl overstroomt, want de goden zijn boos. Of de Nijl overstroomt, want de goden zijn juist helemaal niet boos. En dat is ook heel fijn soms als de Nijl overstroomt. Dat laat weer allemaal sedimenten achter waar je landbouw mee kan doen. Of als gevolg van een wonder nam in één keer de hoeveelheid water toe en als daarom overstroomt de Nijl. En Thales van Mileten zei iets anders. Hij zei nee, dit is het allemaal niet. De Nijl overstroomt omdat er een bepaalde wind is. En die wind is jaarlijks altijd vanuit die kant. En stuwt het water op en als gevolg daarvan overstroomt de Nijl. En dat was de allereerste verklaring van een fenomeen die niet in termen van wonderen en of goden was, maar in termen van de wereld zelf. En dat kenmerkt wetenschap. Wetenschap probeert verklaringen over de wereld te geven zonder te verwijzen naar buitenwereldse, wonderlijke, godachtige wezens en dat soort zaken. Het Nederlandse woord onderzoeken illustreert de essentie van wetenschap wel. Want onderzoeken betekent dat je ergens onderzoekt. Ik zie de wereld hier om mij heen en ik zie allemaal dingen, maar ik kan ook onder het glas water kijken. En dan denk je, verdomd, wat zit er eigenlijk onder? Hoe zit de wereld eigenlijk stiekem in elkaar? Wat ik in eerste instantie niet zo duidelijk zie. Dat is een kenmerk van wetenschap. En dan formuleer je het antwoord zodanig dat iemand kan toetsen of het antwoord klopt of niet. Dat was het interessante namelijk van het verhaal van Thales van Mileten. Het antwoord klopt niet. Het overstromen van de Nijl heeft niks te maken met de wind. Maar dan kun je achteren komen. Je kunt erachter komen dat het verhaal niet klopt. Het is veel moeilijker om erachter te komen dat een verhaal over goden en wonderen wel of niet klopt. Daar is eigenlijk helemaal geen methode voor. En dat kenmerkt wetenschap ook. Dus als iemand wat zegt, zo en zo zit de wereld in elkaar, dan is het mogelijk om uit te vogelen of het klopt wat die persoon zegt. Dat is ook een kenmerk van wetenschap. Wat is nou het nut van wetenschappelijke kennis? Ik ga weer Thales van Mileten gebruiken om het nut van wetenschappelijke kennis te illustreren. Want die kerel die had er ook mee, die worstelde er ook mee. Dat werd hem gevraagd in zijn tijd. Ook van leuk dat jij een rondreizende intellectueel bent. Maar wat heb je daar nou aan? Ik vermoed dat hij vermogend was dat hij zich dit kon permitteren. Maar toch, wat heb je aan al die kennis? En toen deed hij het volgende, heel erg grappig. Hij ging in een bepaalde regio alle olijfpersen opkopen. Dus vandaar ook dat ik dacht dat hij wel vermogend zou zijn, want anders kun je dat niet permitteren. Dat ging hij dus doen. Hij ging in een bepaalde regio alle olijfpersen opkopen. Mensen keken hem raar aan. Wat moet je met al die olijfpersen? En het jaar daarop, toen de olijfoogst kwam, had niemand in die regio nog een olijfpers. Het kost vrij veel tijd om een olijfpers te maken. Dus er was een tekort aan olijfpersen. Er was maar één iemand die de dingen had en het was Thales van Mileten. En voor een veelvoud van de inkoopprijs heeft hij de dingen toen terugverkocht aan de mensen van wie hij ze gekocht had. En zijn antwoord was daarmee, kijk, dit heb je eraan. Het is handig. Het is handig om te begrijpen hoe de wereld in elkaar zit. Dat helpt je in allerlei praktische zaken. Je kunt er ook geld mee verdienen. Heel tof antwoord vind ik. Een hele
pragmatische onderbouwing van het belang van wetenschappelijke kennis. Je hebt er wat aan en je kunt er dingen beter mee doen dan zonder wetenschappelijke kennis. En eigenlijk zou ik in deze tijd waarin er heel veel wordt getwijfeld aan wetenschap, door bijvoorbeeld antivaxxers, zou ik eigenlijk willen dat ze ook meedoen aan een soort wetenschappelijke experiment. Oké, probeer het nou maar. Doe maar geen vaccin nemen. En we kijken wel wie er in het ziekenhuis belandt. En dan geef ik op een briefje. Dat zijn natuurlijk de mensen die geen vaccin namen, die uiteindelijk in het ziekenhuis belanden. Ergo, het nut van wetenschappelijke kennis is, dat is wederom het antwoord dat gegeven werd, Thales van Mileten, is je hebt er uiteindelijk wat aan. Nog iets over wetenschappelijke kennis. En dat is dat het woord ratio past hierbij. Dat je niet in één keer wat vindt, maar dat je wat langer nadenkt en je verstand gebruikt voordat je tot kennis komt. Mensen hebben allerlei eerste intuïties over hoe het wel niet zou zijn. Bijvoorbeeld in de tijd van de Nijl dacht men, het zal wel zo en zo zijn. Maar nee, als je jezelf ook tijd geeft om rationeel en met rust ergens over na te denken, dan kom je tot wetenschappelijke kennis. Het woord ratio is een woord dat hoort bij wetenschappelijke kennis. En dat merk je nu ook weer met water. Er kwam net aan de voren dat er een nieuw ding is in ons land. En dat is een tekort aan water. Daar is eigenlijk nooit sprake van geweest. Er zal het water te veel. We leven in een delta, aan zee, vlakbij het water. Er komt allemaal rivierwater en regenwater komt ons land in. Daar moeten we vanaf. Er is veel te veel water. Dat is altijd zo geweest. Maar nu hebben wij ook soms een tekort aan water. We hebben droge zomers gehad. En dat komt vermoedelijk door klimaatverandering. Dat lijkt mij een logische verklaring. Ik ben geen specialist op dat gebied, maar het lijkt mij logisch. En dan is de emotionele, niet-rationele reactie is dan, zie je wel, de wereld vergaat. Er zijn vreselijke dingen aan de hand. Het klimaat verandert, er is watertekort. Zie je, het wordt één groot drama. Dat is niet de reactie die hoort bij een wetenschappelijke grondhouding. De wetenschappelijke grondhouding vraagt dat je nog eens bij jezelf te raden gaat. Wat is er eigenlijk aan de hand? En wat er eigenlijk aan de hand is, is dat wij eeuwen of decennia op zijn minst bezig zijn geweest met het kwijtraken van dat spul. En dat we nu iets anders moeten gaan proberen, namelijk het bewaren van dat spul. Maar dat betekent niet per se dat er een drama aan de hand is, dat de wereld aan het vergaan is. Dat betekent gewoon met rust iets nieuws inrichten. Namelijk, we moeten niet alleen het water kwijt, we moeten het ook bewaren. En die rust en ratio horen bij een wetenschappelijke grondhouding, wat mij betreft. Maar, en dat is de laatste bespiegeling die ik met jullie wil delen over wetenschap en over wetenschappelijke kennis. Het is niet alleen maar nors en precies. Het is ook speels. Wetenschap en wetenschappelijke kennis vergaren kan ook heel speels zijn. Ik geef daar college over in Leiden. En ik gebruik dan twee voorbeelden die ook te maken hebben met water. En die wil ik nu ook gebruiken. Om te laten zien dat je op een hele leuke, speelse manier wetenschap kan doen. Het eerste voorbeeld gaat over zeewater. Dus niet zozeer het water waar waterschappen zich mee bezighouden. Maar desalniettemin. Een paar jaar geleden is er een keer een containerschip vergaan waar heel veel badeendjes in zaten. Heel veel mensen kennen het verhaal wel, maar ik haal het toch. Heel veel badeendjes, duizenden badeendjes zijn ergens op een of andere plek in de oceaan beland. Nou, niet leuk, maar ook weer geen drama. En toen is er één vent geweest, ik ben zijn naam kwijt, die dacht in één keer van, hé, ik kan die badeendjes gebruiken. Ik kan aan mensen vragen, waar hebben jullie van die badeendjes gezien? Die badeendjes zijn opvallende dingen, die kan je op het strand zien. Ik kan burgers vragen te rapporteren waar ze die gevonden hebben. En dan kan ik analyseren hoe de stroming geweest is. Die verklaart dat ze daar zijn beland in plaats van ergens anders. Dus via die badeendjes heeft een grappige creatieve wetenschapper weer kennis opgedaan over hoe zeeën stromen. Maar het tofste voorbeeld wat met water te maken heeft en met creatief wetenschap doen, is van het afvalwater. En ik kan me dit verhaal nog herinneren van toen ik zelf student was. Toen speelde drugsproblematiek in de VS op een andere manier dan nu. Het was allemaal wat. Men worstelde daar meer mee dan nu. Het was een nieuw probleem. En in Chicago had een groot probleem met drugs. En het vermoeden in Chicago was, ik spreek over de jaren 80, dat drugs een probleem waren van de arme mensen. De onderkant van de samenleving, daar was de drugsproblematiek het grootst. Maar men wist dat niet zeker. Want je kunt wel aan mensen gaan vragen, gebruikt u drugs? Maar iedereen zegt nee. Dus je weet niet wie de grootgebruiker is. En toen zijn er mensen van het rioleringssysteem in Chicago geweest. Of wetenschappers daar al mee, dat weet ik niet. Die hebben bedacht, het is wel leuk dat jullie denken dat het de arme, de onderkant van de samenleving is. Maar misschien wordt er wel vooral veel drugs gebruikt in rijke wijken. En die zijn toen cocaïnesporen gaan meten
in het afvalwater en zijn toen tot de conclusie gekomen dat de drugsproblematiek in Chicago vooral een rijke wijkenprobleem was. Heel creatief en hartstikke speels. En dat wordt dat is eigenlijk nu gewoon gemeengoed. En ook in de coronatijd is diezelfde truc gebruikt. Ook in de coronatijd is de kwaliteit van het afvalwater gemeten om te kijken van waar is het probleem groter en waar is het probleem wat minder groot. Waarom vertel ik dit? Om te laten zien dat het verkrijgen van wetenschappelijke kennis ook een speels en leuk proces is geweest. En ook precies daarom moet je elkaar blijven opzoeken. Je kunt niet in je eentje heel erg creatief zijn. En daarom is een organisatie als STOA ook belangrijk. Niet alleen daarom, maar het is ook belangrijk omdat wetenschappelijke kennis vergaren creativiteit verlangt. En dat kun je niet in je eentje. Daarom dus STOA. Ik wou nog heel even zeggen over, er is ook zo'n onderzoek geweest volgens mij naar linker en rechter schoenen die zijn aangespoeld. Ja. En dat sommige gingen de ene kant op, de andere de andere Klopt. Kant op. Ook heel grappig en creatief. Maar wat daar de toepasbaarheid van is, weet ik dan weer niet zo 1, 2. Nee. Bij die badeentjes was het er wel, want dat hielp je echt kennis te vergaren over hoe die stromingen zijn. En er is allerlei modellen zijn weer aangescherpt met dat onderzoek. Hoe dat zat met die linker- en rechterschoenen, dat weet ik dan eventjes niet. Nee, maar dat was wel hilarisch. Dat was wel leuk. Ja, dankjewel Bas. Ik spreek je aan het eind ook nog eventjes, want dan hoor ik graag hoe jij naar deze uitzending hebt gekeken. Is goed. Dankjewel.